Een hele goede morgen en van harte welkom weer bij een nieuwe morning setup. En nou, het regent, dus we zijn weer binnen. En mocht je afgelopen maandag opeens abrupt aan het einde van de morning setup zijn beland, waarin ik vastliep met het beeld en met het geluid, het komt omdat we een nieuwe camera hebben die eigenlijk wel veel scherper is, maar we zijn nog een beetje aan het testen met de juiste kabels, de juiste instellingen. Dus excuses als je dacht, huh, wat was dit? Vandaag heb ik ook weer de nieuwe camera, dus cross the fingers. En ook een heel hartelijk welkom aan de nieuwe mensen die zich hebben ingeschreven. Van harte welkom hier in de morning setup, waarin we eigenlijk altijd gaan werken met levensenergie. Met subtiele energie die door ons lichaam stroomt en die maakt dat we actief zijn, dat we kunnen rusten. En dat zijn heel veel verschillende practices gebaseerd op eeuwenoude qigong bijvoorbeeld, op yoga en op afgeleide daarvan, zoals tapping. Maar genoeg gekletst, laten we snel iets gaan doen. En meestal wat ik doe is staan. Dus als je kunt, kom dan ook lekker staan. En misschien zie je me wel een beetje heen en weer bewegen nu op mijn voeten. Ik heb mijn voeten op heupbreedte staan. En dat heen en weer bewegen, dat doe ik om bewust contact te maken met de vloer. Dus als je dat ook wil doen, volg dan mijn voorbeeld en vind dan de plek waar jouw balans is. En meestal is dat precies in het midden van je voet. En wat ik je vandaag als eerste dan wil vragen is om jezelf even klein te maken met je rug krom als volgt. En dan jezelf uit te strekken en knak, even je ruggengraat in beweging te brengen met een paar keer deze ingaande en uitgaande beweging. En je kan uitademen als je inkomt en inademen als je jezelf opent, maar voel maar wat voor jou fijn is. En de ruggengraat is ons centrale energiekanaal. En als dat stijf is, op slot zit of gewoon niet genoeg beweging krijgt, dan kan je energie niet stromen. Zo simpel is het. En de levensenergie, dat is hetgene wat je ook helpt healen. Ik zag dat mijn filmpje van afgelopen maandag om healing te versnellen een populair filmpje was. En healing versnellen, waar dat over ging, is dat je hoofd als het ware geduld mag uitoefenen. Omdat je lichaam precies weet hoe het zichzelf moet healen. Maar wat we doen is in ons hoofd belanden. Het irritant vinden dat ons lichaam niet doet wat we willen. Hopen dat het sneller gaat. En eigenlijk precies door die gedachten vuren we de hele tijd stresshormonen in ons lichaam. En die stresshormonen die maken dat je zenuwstelsel op hol slaat. En dat je niet in de parasympathische staat komt. En de parasympathische staat, dat is de staat van natuurlijk herstel. En dan heb ik het hier over het autonome zenuwstelsel. Hetgene wat eigenlijk precies weet en helemaal geautomatiseerd precies doet wat er nodig is. Zonder dat we er de hele tijd over na hoeven denken. En inmiddels ben ik even gestopt met bewegen om te integreren wat er nu in beweging is gezet. Dus je mag mijn voorbeeld volgen en je aandacht naar binnen keren om te voelen hoe het in jouw lichaam is. Dat is een andere skill, een vaardigheid die helpt om je lichaam te kalmeren.
Dus niet in je hoofd blijven zitten, maar eigenlijk even afdalen en voelen. Wat voel ik allemaal? Misschien voel je je hartslag, je voeten op de vloer. Misschien voel je een verschil in warmte hier en daar of tintelingen, prikkeling. En puur de daad van even contact maken met je lichaam, dat helpt je lichaam al om terug te schakelen naar die parasympathische staat. En gun jezelf dan eens even een paar diepe ademhalingen met een paar zuchten erbij. En als je dat nog iets sterker wil maken, dan kun je ook je schouders erbij optrekken. Even al je spieren in je schouders en je nek aanspannen bij de inademing. En dan met een zucht het laten gaan. En misschien voel je dan meteen al een soort rush van laatste energie wat je dan voelt. Subtiele energie. Een stroming. En eigenlijk deze practice, deze morning setup is altijd opgericht om weer stroming in je lichaam op gang te brengen. En wat we dan gaan doen is dezelfde beweging als net, maar dan groter. Wat je maakt is je ellebogen bij elkaar. Dan open je je ellebogen en dan kom je klein en rond. Dus je maakt een cirkel met je ellebogen bij elkaar. Dan kom je omhoog. Open ze en naar beneden. Van de zijkant ziet dat er dus als volgt uit. En hier strek je jezelf helemaal uit. En dan hebben we dus eigenlijk dezelfde beweging, maar nog iets groter. En gebruik ook je hoofd erbij. Dus je hoofd, je nek, laat je helemaal naar je borst gaan. En omhoog. En laten we dat nog twee keer doen. En de laatste keer. En dan kom je weer tot rust. Eigenlijk net als net. Voel maar hoe het nu voelt. En misschien heb je net als ik een spontane diepe ademhaling. Dus een diepere ademhaling, eventueel met een zucht die je spontaan vanuit je lichaam voelt opkomen. Niet omdat je hem bewust creëert. En zo'n spontane diepe ademhaling, dat is het teken dat je lichaam parasympathisch is. En als dat niet gebeurt, don't worry. Ja, het gaat meer om je bewust worden van hoe je lichaam werkt eigenlijk. En dan wil ik hetzelfde doen, die cirkelachtige bewegingen bij het heupgebied. Want als we eenmaal de bovenkant wat losgeschud hebben, dan is het nog belangrijk om het verder naar beneden af te laten stromen. Dus wat je mag doen is je voeten iets wijder zetten en dan je duimen zet je naast je ruggengraat. Dus ik draai hem even om, dan kan je het zien. Ongeveer op de plek boven het SI-gewricht. Het gewricht waar alles op draait, je sacrum. En met je voeten iets wijder kun je nu een cirkel maken met je heupen. Haal je knieën uit het slot. En elke keer dat je naar voren duwt met je heupen, dan zet je je vingers bewust in je ruggengraat. En wat we daarmee doen is ook direct een paar acupressuurpunten meenemen en stimuleren. Te zorgen dat de energie goed kan doorstromen. En dan mag je dus met je vingers op je rug telkens als je weer naar voren komt een nieuw plekje opzoeken. Een plekje waarvan je denkt, daar ja, daar voel ik wat spanning zitten of daar stroomt het misschien niet helemaal lekker.
En misschien voelt het wel zelfs een beetje gevoelig. Dat is wat ik voel in ieder geval. Dus doe het met liefde voor jezelf, zacht. En als er spanning zit, als het gevoelig is, is dat juist een heel goed teken om dit te doen. Dat betekent namelijk dat er blokkades zijn, dat het niet helemaal soepel doorstroomt. En misschien ben je ook al gewisseld van kant en zo niet, dan doe met me mee. Ik draai ook nog even de andere kant op. En je kunt met je vingers zowel omhoog als omlaag gaan. Ik ben eerst omhoog gegaan en nu voel ik dat ik iets omlaag ga, meer naar mijn stuitje toe. Misschien voel je wel allemaal spanning in je pols, dat voel ik ook in je vingers. Don't worry, die gaan we ook straks even afschudden. Maar draai nog een paar cirkels. Je knieën uit het slot en blijf lekker ademen. Want in feite door deze beweging en die extra massage erbij op je rug, zorg je dat de blokkades die er vaak op het heupgebied zijn, dat je die liefdevol uitnodigt om weer te gaan stromen. En voel maar in je lichaam hoe dat voelt. Dan kom je tot rust en voel maar wat voor jou een fijne positie is voor je voeten. Misschien nog steeds heupbreedte. Misschien wil je ze juist even ietsje smaller neerzetten. En dan schud je je polsen los. Ik voel dat ik dat nodig heb door een paar minuutjes zo die druk erin te zetten. Ik had mijn voeten bij elkaar gezet, maar hey, het is toch lekkerder iets meer ruimte aan mezelf te geven. En dan tot besluit, als je polsen aan het schudden zijn en je voelt dat je lijf het lekker zou vinden om helemaal te schudden, dan gun jezelf maar helemaal schudden. En zo gek als deze oefening eruit ziet, zo super waardevol is deze. Echt een eeuwenoude Qigong practice. Eigenlijk in alle oefeningen van Qigong, dan zit meestal wel iets van schudden of kloppen, omdat het zo goed is om spanning los te maken en af te voeren. En als je denkt, hoe schud je dan? Nou, ik doe het vanaf mijn knieën en mijn polsen geef ik wat extra aandacht. Gun jezelf, je gun je lichaam dit schudden. En in het begin denkt je hoofd misschien, ik weet het zo net nog niet. Maar voel straks maar eens in je lichaam hoe dit voelt. Dus dan kom je tot rust. Misschien merkte je alweer een spontane diepe ademhaling op. En voel maar eens even in je lichaam hoe dit voelt. Dus je hoeft niet naar mij te kijken. Je kunt gewoon het geluid van mijn stem volgen. En tegelijkertijd je bewust worden van de subtiele energetische sensaties in je lichaam. Waar voel je dat het meest? Je hoeft niks te veranderen. Je hoeft niet groter te maken. Je hoeft het niet kleiner te maken. Maar blijf alleen even bij die sensatie. En dan tover je een kleine glimlach op je gezicht met een dankjewel voor jezelf, voor je lichaam en voor de tijd die je genomen hebt. Dan kom ik weer eventjes iets dichterbij. Ik zie dat het alweer 9 uur is. Nou, hoe was dit voor je? Leuk als je er iets over achterlaat in de chat. Ik zie hier een aantal mensen, alle trouwe fans zie ik hier live, Astrid en Chrissy en Lieke en Naline en Rian. Heel fijn dat jullie weer er live bij waren. Dat jullie live met mij in deze space de energie hoog houden. Vrij laten stromen. Dat is eigenlijk waar dit allemaal over gaat. En dankjewel voor
voor de hartjes die ik hier voorbij zie komen. Voor nu wens ik je een fantastische, fantastische dag. Ja, gapen, dat is inderdaad ook echt een teken van je lichaam dat je parasympathische staat helemaal aan is. En het voelt alsof je elke keer voelt wat ik nodig heb. Ja, dat is ongetwijfeld zo in deze space, Chrissy. Nou, van mijn hart naar jouw hart wens ik je een fantastische dag. Namaste. Tot vrijdag.